Op vrijdag 25 maart vond in Ommel de officiële opening plaats van de Jeu de Boule-baan op het Onze Lieve Vrouwplein. Op deze baan wordt nu al bijna dagelijks gejeu de boule door de inwoners van Ommel. Welkom aan alle jeu de boelers. John Bankers, waar is hij gebleven? John? Oh, onze dorpswethouder. Jelle Peters van de gemeente Asten. Lidian van Grootel, onze dorpsondersteuner. Alle vrijwilligers en alle belangstellenden. De dorpsraad heeft jaren geleden het beste idee in het leven geroepen. Dit om Ommel nog mooier en leefbaarder te maken. Zometeen gaat Jos van Dommelen de baan openen door de eerste bal te gooien. Eigenlijk voelt het wel gek als je als wethouder hier voor zo'n initiatief moet staan. En dat heeft eigenlijk één reden. Jullie hebben al het werk gedaan. Ik wil jullie heel hartelijk danken voor het initiatief. Jos, jij als initiatiefnemer, maar jullie allemaal, de vrijwilligers die mee hebben bijgedragen om deze Jeu de Boule-baan te realiseren. Daarmee Ommel ook weer een stukje leefbaarder te houden. Jullie weten, daar vinden jullie de gemeente Asten aan jullie zijde. Wij willen samen met jullie veel inwoners erbij, veel initiatieven, zorgen dat Ommel leefbaar blijft, ook naar de toekomst toe. En als we dit blijven doen, inwoners, samen met de gemeente die dat financieel bijvoorbeeld kan initiëren, of soms wat regels voor jullie helpt, dan kunnen we Asten en ook Ommel hier, deze dorpskern Ommel, heel veel mooier maken. Dus dank voor jullie initiatief. Heel veel plezier met deze Jeu de Boule-baan. En ik twijfel er geen moment aan dat die nog heel veel gebruikt gaat worden. Zeker met een mooie weer als vandaag. Heel veel plezier daarbij. John, bedankt. Dan wil ik nu Jos van Dommelen uitnodigen om de eerste bal te gooien. Hij heeft goede nekpunten. Gooi Jos! Tegen zijn voet! Vals! Jos van Dommelen, het was jouw idee. Ja, inderdaad. Dat krijg je als je met de kermis een keer een beetje een grote mond gehad hebt. Oh ja? En je wilt dan eens een keer zeggen van, oh, je kunnen wel eens een keer een Jeu de Boule-baan binnenmonds verteld zo tegen de jongens en zo. En toen was het op een gegeven moment jaarvergadering hier in Ommel, dorpsraadvergadering. En toen, de beste idee, en toen stonden er een paar op en die zeiden, daar die Jos van Dommelen die zegt, een Jeu de Boule-baan maken, weet wel. En dus, en ik toen, was de klos. En wie heb je toen benaderd? Je werd er niet alleen gedaan? Ja, ik heb het inderdaad niet alleen gedaan. Ik heb een beetje gewacht tot Theo Martens mijn pensioen ging. Oh ja. En dacht, en dan heb ik een mooie combinatie met de gemeente. En die weten de wandelpaden wel te vinden om die baan te maken. En wie heeft die nou gemaakt? Ja, wij als vrijwilligers en al die jongens. En hoe komt u aan de materialen? Die materialen hebben we eigenlijk zo'n beetje allemaal gesponsord gekregen door allemaal van bedrijven en parkelieren. En, ja. En de locatie was al gauw bepaald of niet? Nee, die was nog niet bepaald. We waren de eerste instantie toen met de borstvergadering. Toen was het zo beslist om daar langs de kluis. Ja. Daar die locatie te maken, maar ondertussen waren de gemeente al voor ons en die hebben die grond verkocht. En zodoende zaten we weer met een nieuw probleem, want we moesten een nieuwe locatie zoeken. En toen zijn we hier op deze stek terechtgekomen. Dat is wel een mooie plek, of niet? Ja, dit is een mooie plek. Iedereen ziet jullie spullen? Ja, inderdaad. Ja. Ja. Maar er is maar één baan, die is nou al te weinig, of niet? Ja, inderdaad. Maar ja, we moesten die hier tussen de bomen leggen en... Ja, achteraf gaan we hem toch iets breder moeten maken en dan, God weet, misschien komt dat nog wel een keer als we... Ja, als het zo doorgaat wel, dan moet er een tweede baan of derde baan bij. Ja, een tweede en derde baan misschien, een hulplijn zakjes aan volbouwen, dat weet ik het. Ja, is er al een competitie ontstaan of niet? Ja, nou, we hebben al zes clubjes zo, die elke dag zo'n beetje gooien om beurten. En alweer een paar damesgroepen hebben we ook al. En die hebben allemaal een vaste dag en een vaste tijd? Een vaste dag en een vaste. En het zou mooi zijn als ze met twee groepen langs elkaar kunnen gooien. Dus God weet, misschien doen we het nog. Maar zijn er nog veel, hè, die er mee doen? Ja, inderdaad. Dus het slaat goed aan. En nou met dat goede weer, ik zie het
de bui wel hangen dat het er binnenkort een tweede baan bij moet komen. En mensen het allemaal en verder die ook gewoon ballen hebben, kunnen die gewoon niet spelen zonder dat ze... Iedereen kan er gebruik van maken. Iedereen? Iedereen. Ja. Het is in ieder geval niet afgemaakt, dus iedereen is van harte welkom om hier een balletje te gooien. Maar het geeft wel om de winst, hè? Ja, uiteraard, hè. Ja? Ja. Ben je zelf ook een goede Jos of niet? Ik ben zelf op het moment niet hier aanwezig met ballen gooien, want iets andere prioriteiten. Ja, ja. Maar dat komt beslist nog wel, hoor. Ja. En ik vind het wel mooi dat de heel die Ommel van mag genieten. Theo Martens, de Jeu de Boelbaan, hoe wordt dat beheerd? Nou, geen Ommel op zijn Ommels, dat betekent dat we eigenlijk heel weinig officieel hebben afgesproken. Maar betekent ook dat het altijd goed lukt. We hebben iemand die de app beheert, dat doe ik zelf. En voor de rest, als er wat gedaan moet worden, dan wordt er op de app gezet. En dan zijn er meteen 5, 6, 7 vrijwilligers. Maar dat geldt ook voor als er een keer iemand niet kan spelen, dan hoef je het maar op de app te zetten. En dat is meteen geregeld. Dat betekent dat iedereen heel modern is, of niet meer op app? Ja, we zijn heel modern wat dat betreft. Maar ook... heel laagdrempelig en dat is ook de bedoeling van deze Jeu de Boelbaan. Het is gewoon voor iedereen. En dat betekent dat we weliswaar een clubje hebben waar we een beetje organiseren om het ja, netjes te laten verlopen. Maar iedereen die wil, die kan hier gewoon boelen. Wanneer kan je hier terecht? Altijd of niet? Eigenlijk altijd. Alleen wij spelen op alle voor de middagen spelen wij met ons groepje en op donderdagmiddag ook. Maar al die andere tijden kan iedereen hier zo boelen als ze willen. En het weekend en 's avonds dan hebben we geen... mensen die vanuit ons clubje boelen. Maar het, ons clubje speelt dan 6 keer per week? Ja, we hebben 4 herenteams, noem ik het maar even, en 2 damesteams. Nee, wij spelen de meeste spullen 1 keer in de week. En als er een keer iemand niet kan of zo, dan zijn er bij die 2 keer in de week spullen. En dat is dan een competitie onderling of niet? Nou nee, we hebben onderling ja, maar dat is per groepje. We hebben nog geen puntentellingen en zoiets, alleen maar per wedstrijd, maar we gaan nog niet bij elkaar optellen. En het kan best zijn dat we nog wel zo doen als we heel enthousiast worden, maar op dit moment is het er gewoon lekker mee vieren een wedstrijdje spelen en dan overigens ook wel ooit mee waar je toch wat grappen erbij om te kijken wie de beste is, maar het is nog niet echt competitie. Maar het is ook nog geen vereniging? Nee, maar dat hoef ik niet. Ik denk dat het, zoals het nou gaat prima en we hoeven nooit te zeuren om vrijwilligers of mensen die iets moeten komen doen of wat onderhoud plegen hier, dat loopt vanzelf in om. Ja, en koffie hadden we hier op het terras of hoe doen we dat? Nou ja, het terras is nou nog niet open geweest, want het is nog winter geweest en ja, voor de middag zal er ook niet meevallen, maar er zijn ook groepen die brengen zelfs de koffie mee. En van de winter dat het heel koud was, de waarde was bij die iets sterkers meenamen om het warm te blijven. Ja, het is ook een sociaal gebeuren, dus je mag gewoon komen, ook al doe ik er niet mee. Oh ja, maar dat gebeurt heel veel, want er wordt hier veel afgeluld rond die baan. En ik zei pas al, van als je het Ommels nieuws wilt weten, dan moet je gewoon naar de Jeu de Boelbaan komen. Dan ben je zo weer helemaal op de hoogte van wat er allemaal in Ommel gebeurt van laatste week. Wat er al zo'n bankers, zo'n burgerinitiatieven zien jullie graag komen? Ja, die zien we heel erg graag komen. We hebben bij de gemeente een budget voor kleinschalige burgerinitiatieven. Dat zijn eigenlijk bedragen tot €5.000. En die kunnen mensen op de website, kun je daar naar zoeken, kun je ideeën indienen. En dan pakken ambtenaren van de gemeente Asten pakken dat met inwoners op. Dus eigenlijk is het een combinatie van inwoners samen met de gemeente die dit soort kleine leuke initiatieven mogelijk maken. Dus je wil zeggen dat dit €5.000 kost? Nee, deze kost toevallig €4.000, maar we hebben een budgetplafond voor dit soort initiatieven. Maar we doen echt tal van dingen. Hè. We kunnen beweegpaden aanleggen, we hebben kinderdisco's gehad. Nou is het een Jeu de Boelbaan, we hebben bij het Bijenbos een initiatieven gehad. Dus het kan echt heel uiteenlopend zijn. En wat we eigenlijk aan inwoners vragen van ja, maak hier gebruik van, want het zijn zoveel leuke, mooie projecten die je samen met inwoners kunt realiseren. Maar vaak zijn het toch ja, dit soort initiatieven die eigenlijk bij de inwoners zelf leven. En als ze een goed idee hebben, ja, laat het ons weten, want dan kunnen we er samen werk van maken.